Wat u hier ziet zijn twee vluchtende Pools sprekende overvallers. Ze hebben vorige week dinsdag 25 september een Poolse man in de Tournooistraat in Helmond overvallen en zwaar toegetakeld. Gewapend met een mes en een schroevendraaier vroegen ze om goud en geld. Via een parkeerplaats achter het huis vluchten de daders naar de Derde Haagstraat en vervolgens de Rijpstraat in. Even later lopen ze via het onverharde pad naast de Goorloop evenwijdig met de Troelstrastraat. Verderop richting de Mierlose Weg verschijnt er weer een dader die verder loopt richting de Hortse Dijk. De belangrijkste vraag voor nu is: herkent u de daders? En de politie komt heel graag in contact met getuigen. Er zijn ook mensen op straat als de overvallers langskomen. Wie zijn dit? Herkent u zichzelf? Meld u zich dan. U kunt helpen in dit onderzoek.